Welkom bij het programma Volg de Baas. Het programma waarbij ik mijn medewerkers opdrachten stuur via de telefoon. Ik ben de baas. Ja, dat ben ik. Elke medewerker krijgt een sms'je op hetzelfde moment. Het maakt niet uit waar ze zijn, wat ze aan het doen zijn of hoe laat het is. Ze moeten de opdracht per direct uitvoeren. Zo, ik heb een nieuw kantoor. Fucking blij. Goed, laten we snel de opdracht van deze week gaan sturen. Regel zo snel mogelijk de BH van een voorbijganger. Succes! Nee. Ik ben aan het werk, zoals je ziet. Ja, ik denk dat ik even weg moet. Is goed. Ik heb een opdracht. Ja hoor. Regel zo snel mogelijk de BH van een voorbijganger. Heb jij een BH aan? Ik heb geen BH aan, sorry. Shit, hoe moet ik het gaan doen dan? Nou, zo snel mogelijk staat het. Zo snel mogelijk. De opdracht is, regel zo snel mogelijk een BH van een voorbijganger. Ach, serieus, ik kreeg net een drankje. Hier, er komt mijn drankje al aan. Sorry, we hebben meteen een vraag aan je. Oh, ja. Ik moet een opdracht uitvoeren, mag ik je BH even lenen? Ja, je mag je zeker. Ik moet even gek proberen, ja? Wauw. Ik moest eigenlijk dus een BH regelen zo snel mogelijk, maar ik schijnbaar binnen 10 seconden. Dus opdracht geslaagd. Kut voor jou. Nou, René, ik denk niet dat je het zo snel hebt gedaan en al helemaal niet die kleine klote dwerg. Zou ik je BH even nog hebben voor de opdracht? Ja, sorry. Echt, BH? Voor een quiz, een spel. Sorry, ik ga hem niet afgeven. Ik had er nu mannen bij, want die zijn er veel beter dan ik, joh. Een BH, vrouwen. Maar ik moet opnemen tegen een dikzak en een kleine. Oh. Nou, misschien lukt het. Situation, no complications when the bass hits back to the bass. Six hands in the air if you hit it, get loose. Nou ja, ik ben bezig met een opdracht in het programma. En die opdracht luidt, kom zo snel mogelijk aan een BH van een voorbijganger. En nu zei hij dat jij dat vast wel wil doen. En je vasthouden, dat is het enige. Nee, sorry. Sorry, image? Are you together? Yeah. Maybe can I please have your bra? No. Okay. But he will, or we change. I will change. Oh yeah, okay. No, you know what? That's okay. No, good luck. Good luck. Bye. Wat is last recording? Ik ga er gewoon nog een paar meer regelen, gewoon omdat het kan en omdat het schijnbaar heel makkelijk gaat. Sorry dames, mag ik jullie wat vragen? Mag ik jullie wat vragen? Ik ben bezig met een opdracht. Mag ik jullie BH lenen? Niet? Ah, sorry man. Sorry jongens, mag ik jullie wat vragen? Ik heb geen BH. Je hebt geen BH? Nee, ik heb geen BH. Mag ik jouw BH lenen dan? Jou? Shit. Heb je mij nou uitgewerkt? Gaat echt. Sowieso. Nee, niks. Dankjewel. Hebben we niks? Niet kom uit alsjeblieft. Sowieso niet. Ik heb hem nog nodig. Ja, dat geloof ik. Dat ding ook, hè? Nou, dat is BH nummer 1. Ben je er? Ik heb af. Nee, we hebben het af. Ja, ik zeker. Ik heb voor een opdracht voor een spel, heb ik een BH nodig. Je, nou, de mijne krijg je niet. Ik zou die meneer kunnen vragen, maar dat lijkt me niet handig. Ik denk dat ik geen BH draag. Ah, om dit te doen moet je natuurlijk wel een beetje gek voor zijn, hè? En je zou denken, in een randstad, Amsterdam, is iedereen lekker extravert, doet alles. Maar dat valt dus nog best wel mee.
Als er een camera bij is. Dan denk ik dat deze aan René moet maken, dat wil ik niet. Vraag me echt heel netjes. Het is ook een heel normale vraag, toch? Mag ik de BH even lenen? Vind ik. Wat is er mis mee? Waarom zou iemand niet haar BH aan mij willen uitlenen? Probeer deze dame nog en dan af. Ik heb een heel klein vraag gehad. Ik heb de BH mogen lenen voor eventjes. Vroeg me niet netjes genoeg. Wat is er mis bij mij? Ja. Laat maar, deze is voor René, denk ik. Chick, jij hebt gewonnen. Hi, mag ik vragen? Ik ben echt aan het werk, oh. Heel snel dan. Nou, ik doe maar mee in een programma. Ja. En voor het programma moet ik dingen winnen. En ik heb dus een opdracht net gekregen. En daar kan je mij heel goed bij helpen. Oké. Wil je mij alsjeblieft helpen? Tuurlijk. De opdracht is, zeg maar, kunnen we even daar staan. Dat ik moet zo snel mogelijk aan een BH komen van een voorbijganger. En hoe krijg ik die uit dan? Dat kan ik doen, ik heb een truc daarvoor. Oké. Ja? Kom. We hebben er echt daar. Yay! Mag ik je wel vragen? Sorry, wat? Spreek je Nederlands? A little bit. Can I ask you a question? Sure. Can I borrow your bra for a second? Why? It's for, I have to do how do you call that? We're doing a match. Yeah. So we need to get some bras. Okay. Borrow. Yeah. I have to change, right? Can I change? Yeah. At least? There's a cafe over there, maybe you can go to that. Okay, I will do that. Thanks. Okay, get the off. Thanks, man. You're welcome. Wow. Yeah. It's number two. Yes! Oeh, hij is warm. BH nummer 3. Wat vind je ervan? Weet je mijn kleur? 10 minuten. Ik denk dat het nog lukt dan. Maar moet nog even kijken hoe het lukt. Yay! 10 minuten. Je hebt groter dan die van mij. Maar er zit helemaal niks meer voor hierbij. Nou. En wil je nou winnen? Kost dat je, wat moet je doen als je wil winnen? Moet je wel heel veel betalen. Mag ik me houden? Nee. Voor de baas? Voor de kinderen. Nee. Oké, okay, jammer, maar wel mooi, hè? Dikke en kleine in your face, deze. Lekker dan. Zo heb je 1 BH en zo heb je de 3. En het ging redelijk rap, vond ik zelf. Dus ik zeg dankjewel. Tot volgende week. Dit was de opdracht. En dit is de medewerker van de week. Tot volgende keer. Doei.